Het is hier zaterdagmiddag 12 juni. Mag ik vragen wie je bent en wat je hier aan het organiseren bent voor de mensen? Nou, mijn naam is Bert ten Westerwend. Ik ben medebestuurslid van Stichting Aanroet. Stichting Aanroet die ook de trucenzaak organiseert van het merket in de gemeente Heusen. Dit doen wij al hier voor de 20ste keer. En we hebben hier een geweldige feestdag met friet eten met de bewoners. Want laten we heel eerlijk zijn, ze zeggen altijd wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wij zijn de tussenboot. En deze mensen zitten hier en ik had begrepen al 2 jaar geleden dat ze nooit geen friet kregen. Nou, en dat is toch een onmogelijke zaak. Dus wij organiseren, voor alle bewoners hier, een fantastische dag met lekker eten, drinken erbij. Maar dat kunnen wij nooit alleen. En zeker ik ook niet. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, hij regelt dan spreken de sponsors. Maar je moet wel sponsors hebben. En daarom vind ik het nog steeds geweldig dat zeker in deze gemeente Heusen geweldige sponsors zijn. Ze zullen het straks ook zien op alle namen, want ik neem aan, want hij staat ze heel mooi aan het filmen, dat straks alle namen ook nog een keer in beeld komen van al die geweldige sponsors die elk jaar maar weer klaarstaan. Want het is niet alleen dit, maar het zijn ook de andere evenementen die ze altijd sponsoren. En het is geweldig. En het valt ook niet mee, en zeker niet in deze tijden, want we gaan het allemaal een beetje voelen. En daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik vind, ze moeten met de handen van de ouder afleiden. Dat moet gewoon geweldig geregeld zijn. Daar ben ik echt daar word ik heel sentimenteel en heel emotioneel van. Daar moet keihard voor gemaakt worden. Ja, wat zijn de reacties die u over het algemeen van de mensen zelf krijgt? Nou, als ik hier al. Ik kom hier regelmatig binnenlopen, omdat ik toch heel erg geïnteresseerd ben. Ook in ouderen en jeugd. En als ze me zien, dan is het vaak: hé, daar hebben we de frietman. En nou, dat doet mij goed. Dat doet me echt goed. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, we hebben ook een fantastisch team van Stichting Aanroet. Fantastisch team, dames. Echt met de schouders eronder. Het is gewoon geweldig. Ik vind het fantastisch. Hè? Ja, nou dus. Ja, absoluut. En we gaan, de ouders gaan dadelijk allemaal naar de kamer. Gaan ze even lekker uitbuiken, want ze hebben nou lekker friet gegeten. Kroketten, frikandellen. En dan om 2 uur beginnen we met het feestprogramma. En daar, ook daar zijn er weer overheerlijke hapjes. Echt, we hebben echt, het is te zot voor me. Ik ben er beren trots op dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. Dat mag ook absoluut zijn. En ik denk dat we het er eens zullen zijn. Ja. U ook, dames? Ik wel. Heel geweldig. Ik ben altijd dankbaar. Okay. Echt heel fijn. Echt. Oké. Okay. Maar achter mij, en daar gaat het vanmiddag over, staat Lia de Haas en Henk Dorsten. En dat is een wereldbefaamd duo. En ik vraag u nu alvast een groot applaus voor deze twee mensen. Ik zou zeggen, ik kan het heel over aan jou, Lia. En Henk natuurlijk, want die speelt solo en daar moet je straks maar echt van gaan genieten. Wel, dames en heren, dan zeggen wij om te beginnen eens even een goede middag allemaal. We vinden het heel fijn om hier weer een keer te zijn. Het was al een tijdje geleden, tenminste in dit huis hier. En we willen natuurlijk de Stichting Aanroet hartelijk bedanken voor de uitnodiging. En, ja, ik vroeg het niet voor niks of er iets aparts was. Hè? 21 jaar Stichting Aanroet en voor de 20ste keer hier in de Sint-Janshof met de Stichting Aanroet. En ik vind dat wel een applausje werd. En ik vind eigenlijk ook, beste dames en heren, dat wij door gerust voor mogen zingen voor de Stichting Aanroet. Dat ze dat doen hier iedere keer weer. En dat ze dat al voor een 20ste keer doen. Zullen we even met z'n allen zingen voor de Stichting Aanroet? Ja? Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Van de luchten zijn
maan van de zon komen en gaan. Ik wil een kind van de hemel zijn. Ik wil een kind van het water zijn. Ik wil een kind van de vissen zijn. De rivieren, de zee, maar de kring lopen mee. Ik wil een kind van de meren zijn. Zand in de woestijn, ik wil een kind van de aarde zijn. Ik wil een kind van de aarde zijn. Ik wil een kind van het leven zijn. Van de regen, de zon, waar hem alles begon. Ik wil een kind van het leven zijn. Ik wil een kind van mijn vader zijn. Ik wil een kind van mijn moeder zijn. Van mijn broer en mijn zus, van mijn lief en mijn. Ik wil een kind van de mensen zijn. Ik wil een kind van mijn vader zijn. Ik wil een kind van mijn moeder zijn. Van mijn broer en mijn zus, van mijn lief en mijn lust. Ik wil een kind van de mensen zijn. Ik wil een kind van de mensen zijn. Ik wil een kind van de mensen zijn. Dankjewel. Strak in het vel en zongebruind in Weekblad op tv. Gladde huid, sportief en jong en slank, dan telde mee. Straks zien we nog echt de mooie van de mens niet meer. We zijn te veel op schone schijn en modder gefixeerd. Rimpeltjes van het lachen en een parok van verdriet. Misschien een lijn van bittere pijn, is er iemand die het nog ziet? Een uitgezakte wang door het blazen van de sousafoon. De zilte wind havert het gezicht van de zeeman, geen pardon. Daar zijn de tekeningen die het leven ons geeft, zijn herinneringen van hoe. Ieder mens die je ziet is zo'n open boek. Daar zijn de echte mooie dingen, des waar ik naar zoek. We streamen op een moederbuik door het dragen van een kind. De harde hand van de bouwvakker door het werk met zand en grind. De nagels van de smid zien rond de lum een beetje zwart. Maar is de liefde voor zijn werk, mens, waar werkt die hard?